doel van dit project is eigenlijk om energie-neutraal te worden. En als je energie-neutraal wil worden, kun je heel veel methodes gebruiken. Je kunt de windmolens gaan gebruiken, maar wij gebruiken juist de vergisting van mest. Die levert uiteindelijk het biogas op. En met biogas kun je weer elektriciteit opwekken. En je kunt het gebruiken voor verdere verwarming van je grondstoffen. Als waterschap zijn we heel goed in het vergisten van stoffen. Maar we hebben geen enkel verstand van de mestmarkt. En voor die mestmarkt hebben wij die particulier nodig die gewend is mest in te kopen en te verkopen. En dat is Jan Bakker uit Oldebroek. En in Nederland hebben we deze constructie nog niet, dat wij met één particulier een BV oprichten van 50% waterschap en 50% particulier. Die bio-energiecentrale die wordt nu gebouwd in Harderwijk, naast onze zuivering op ons eigen terrein. Die is over ongeveer 2 jaar klaar. En dat betekent dat wij rond 2019 energie-neutraal kunnen zijn. In plaats van de afspraak die we in het verleden gemaakt hebben, 2025. In de smartpolder kunnen we energie opwekken uit oppervlaktewater. Doordat een gemaal water verpompt, in de zomer warm en in de winter koud. In de zomer kunnen we dus warmte onttrekken uit zo'n gemaal. Dat kunnen we opslaan in de bodem. En daarmee kunnen we vanuit dat gemaal in de winter huizen verwarmen. We kunnen naast warmte ook koude uit een gemaal winnen. Dat kunnen we ook opslaan in de bodem. Daarmee kunnen we juist in de zomer iets koelen, zoals een ziekenhuis of een datacenter. Als waterschap weten we als geen ander de kracht van het water. En nu blijkt er ook nog heel veel energie in te zitten. Dat is natuurlijk prachtig. We weten nu een beetje wat de potentie is. We gaan nu op zoek naar afnemers van die warmte, van die koude. En wie weet waar we dan voor moois uitkomen. We hebben dus al heel veel pompinstallaties gebouwd die warmte uit water kunnen halen. Alleen dat kost energie. Als we dat nu koppelen aan een gemaal wat al energie verbruikt, kunnen we dus met het verplaatste water kunnen we dus ineens energie opwekken. Waarmee dus eigenlijk zo'n gemaal energie neutraal kan worden. Met al het oppervlaktewater in Nederland en alle gemalen zouden we zeker 1 miljoen woningen van warmte kunnen voorzien. Een gemaal verbruikt al heel veel energie omdat het aan moet om juist te zorgen dat we droge voeten houden. Als we daar energie mee kunnen opwekken in de vorm van warmte of koude, krijg je ineens een heel duurzaam gemaal. En daarmee kan heel veel energie bespaard worden. We zijn hier op rioolwaterzuivering De Grote Lucht in Vlaardingen. Hier wordt het rioolwater gezuiverd van ongeveer 200.000 mensen. Op de achtergrond hier kunnen we een ozoninstallatie zien. Met deze installatie willen we de hormoonverstorende stoffen, de medicijnresten, de gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit het afvalwater. Recentelijk hebben we getest met welke concentratie ozon we moeten gaan werken om een goede verwijdering te krijgen van de microverontreinigingen. Het plan is om de komende maand de duurtest in te gaan. En in deze duurtesten gaan we kijken met de ozoninstallatie en met de zandfilters in hoeverre we de microverontreinigingen kunnen afbreken en verwijderen. Het is belangrijk om op deze wijze het water te gaan zuiveren, omdat we op deze manier de microverontreinigingen verwijderen. In het bestaande proces, zoals het water nu geloosd wordt op de Nieuwe Waterweg, blijven deze stoffen allemaal in het water zitten en gaan deze stoffen richting het milieu. We staan hier in de monsternamenruimte. In de monsternamenruimte kunnen we kijken of het water schoon genoeg is om te lozen of zoet water. Heel erg schoon. Als het water schoon genoeg is, wordt het hier weer teruggegeven aan de natuur met behulp van een waterharmonica. Een waterharmonica is een ecologisch systeem dat in verschillende stappen ervoor zorgt dat het water weer levend gemaakt wordt.